Welk gebouw heeft de mooiste pui van Dordrecht? Die vraag staat centraal tijdens de Dordtse Puienprijs, die iedere 2 jaar wordt uitgereikt door Vereniging Oud-Dordrecht. Het gaat om panden die zijn opgeknapt. De genomineerden zijn ingedeeld in 3 categorieën. Herbestemming, woonwinkelpand en bedrijfspand. In deze aflevering vertelt jurylid en architect Andries Lane meer over het regiokantoor in de categorie herbestemming. We staan voor het voormalig regiokantoor van de gemeente Dordrecht. En dat is verbouwd tot een woongebouw en een integraal kindcentrum. Wat vond de jury ervan? Kijk, alle panden waar we het nu over hebben zijn genomineerde panden. Dus hebben een positieve waardering van de jury. Wij zijn sowieso ontzettend blij altijd dat zo'n prijs, dat je dan kan focussen op wat er voor inspanningen geleverd worden om zo'n stad een boost te geven. En wij vinden in ieder geval dat Dordt de laatste 20 jaar enorm naar voren gekomen is. En we hopen dat we er met de Puienprijs er ook echt een bijdrage aan geleverd hebben. Dat mensen een beetje getriggerd raken. Dat ze ook zien dat wat ze doen, dat het zichtbaar is. Ja, dat kan de inspanning alleen maar groter maken. En hoe is die zichtbaarheid gelukt hier bij dit betreffende pand? Een van de genomineerden, hè? Nou, de zichtbaarheid bij dit pand is natuurlijk volkomen duidelijk. Het was een bruut betonnen kantoorkolos. En het is getransformeerd tot een woongebouw met heel diverse vormgevingen en heel veel verschillende materialen. En een verschil in lagen, waardoor het een interessante woonomgeving geworden is. Het is interessant omdat de grote schaal van het gebouw is eruit. Er zijn nog oorspronkelijke onderdelen, zoals het trappenhuis, zijn in het zicht gebleven. Maar het gros van de gevel is opnieuw bekleed en vaak met duurzame materialen. En dan zijn er balkons aan toegevoegd in de vorm van die rasters. En er is een uitbouw op de begane grond gekomen. En het is allemaal op verschillende manieren gedaan. Dus er zit een galerij op de penthouse laag. Maar op de laag daaronder zitten de corridors in. En op de laag daaronder zijn er weer woningen van beneden ontsloten. Dus de ontsluiting is divers. En daardoor zijn de balkons die er aan hangen ook divers. En gerasterd in een betonnen kader wat er buiten hangt. En dat heeft dan de schaal die groot genoeg is om zo'n enorme gevel een beetje op te breken en niet meer zo massaal te laten lijken. Dus heel veel pluspunten? Heel veel pluspunten. Maar uiteraard zijn er ook altijd minpunten. Nou, wij vonden het geweldig dat ze een openbare functie hebben gestrikt om de begane grond te bezetten, het IKC. Het Integraal Kindcentrum is dat. Maar wat we heel jammer vinden is dat zo'n Integraal Kindcentrum dan een budget krijgt voor het inrichten van van hun eigen school, maar blijkbaar het budget niet naar een erfscheiding af dragen. Dus hier staat een standaard heer als hekwerk om, waarvan wij zeggen van, kijk nou eens rond in de stad hoe vaak een muur ook een prachtig ding kan zijn. Dat hoeft geen negatieve uitstraling op je omgeving te hebben. Donderdag wordt bekendgemaakt wie het geworden is van in deze categorie. Maken ze een goede kans? Alle genomineerden maken een goede kans. Ik blijf diplomatiek natuurlijk, want dat is mijn taak in dit geval. Het blijft spannend dus. Het blijft spannend. Benieuwd naar de andere genomineerde puien? Kijk dan op de website van de Puienprijs. De jury maakt op donderdag 12 oktober bekend welke puien in de prijzen zijn gevallen. En diezelfde donderdag zenden we in ons programma Eilandleven een uitgebreide reportage uit over de Puienprijs 2023.